Ik ben Rut Peto en ik wil u vragen om uw voorkeurstem. En dat is niet voor mezelf, maar dat is voor Chris van Dam, de justitiewoordvoerder van het CDA. Chris staat op plek 47 van de lijst. En dat betekent dat de enige manier om hem in de Kamer te krijgen, dat is met uw voorkeurstem. Want het is heel simpel. Het CDA kan niet zonder een goede justitiewoordvoerder in de Tweede Kamer. En dat is Chris. Iemand die weet wat er speelt waar het gaat om de rechtsstaat. Iemand die ervaring heeft bij de politie en bij het OM. Iemand die in de afgelopen jaren indruk heeft gemaakt op vriend en op vijand. En dat is om verschillende redenen. Hè? Omdat Chris nuchter en onverschrokken de harde criminaliteit aanpakt. Dat is omdat Chris zich niet gek laat maken door hypes. Hij is onverstoorbaar bezig om met die kentaken van de Kamer. Controleren, agenderen, gewoon goede wetten maken. Het is omdat Chris altijd de mens blijft zien achter elk geval. Ja? Achter elk slachtoffer, of dader, of boa, of ME'er. Het is omdat Chris zich inzet voor rechtvaardige behandeling van vluchtelingen. En het is omdat Chris de ruimte voor het verschil belangrijk vindt. Ruimte voor verschil bij mensen in kleur, in religie, in achtergrond. Ook mooi, Chris is in de ranking van de aanwezigheid van Kamerleden van de afgelopen 4 jaar, zit hij in echt aan de absolute top, 100% aanwezig. En het is niet in de laatste plaats omdat Chris het boegbeeld is van die belangrijke commissie in het onderzoek naar de toeslagenaffaire die ongekend onrecht aan het licht bracht. Wopke Hoekstra zei dat hij hoopte dat Chris terugkomt in de fractie. Maar dat kan alleen met uw voorkeurstem. Ik geef die van mij aan Chris. Lijst 3, nummer 47. En ik hoop dat u hetzelfde doet. Stem Chris van Dam.